We gaan vandaag naar de jungle en we gaan vandaag dus door de jungle en dan gaan we zwemmen en dan gaan we in de grot en in de modder en ik heb er heel veel zin in en we zitten nu al in een superleuk busje. En dat wordt dus heel cool. Gaan we nu naar het hoofdkantoor? Stel maar. Het nadeel van lang haar. Het gaat enorm zweten. Doet je er nou een stiekje in? Ja. Cute. Je is helemaal opgetogen tot een meisje. Dit is de Shy Lady plant. En wat gebeurt er dan? Als je zit, dan gaat die heel klappen. Doe het nog eens. Kok. Atlante. Gaat het zijn? Nog eens. Super. Dat is gaaf. We gaan nu in een grot zwemmen. Ik heb daar veel zin in. Niet daar naartoe, daar is de stroming veel te sterk. Dus aan de rechterkant te blijven. Right, aan de rechterkant. Hé hey schat, is het warm? Als je plast, wordt het zo warm. Woo!
vind je het? Zwaar. Zwaar? Lars, hoe vind jij het? Zeven. Hoe gaaf is dit? Super gaaf! In de grotto zwemmen! This one's from the wall? Yeah. Oh, wow. That's so long time. Impressive. Yes. It looks good for yeah. Kijkers, welkom bij een nieuwe vlog van ons. Vandaag zijn we bij de Vien Mok tunnels. En dat zijn tunnels die in de Vietcong oorlog werden gebruikt. Dan waren hier een dorp en de boeren die lieten dus mensen graven 30 meter diep. En daar hadden ze een stad gebouwd, zodat de Amerikanen hun niet konden bombarderen. En ik heb er heel veel zin in om dat te bekijken. Het zijn de ventilatietunnels die gebruikt werden voor de verse lucht. So it's bottom look like the water tank. So when it rains, the water doesn't flow out to the tunnel. Dit is dus een bomkarate. We gaan nu de tunnel in. Heel spannend. Let's go! Dit is de meetingruimte. Hier werd film gekeken en het was de allergrootste ruimte hier in het gangenstelsel. Het was ook gestuurd omdat hier iedereen samenkwam en omdat het het grootste was natuurlijk. Zo, de ruimtezaal is gemaakt van een vliegtuig. Ik zit er niet in.
moet je hier vastpakken volgens mij. Strak oprollen. Nou, Rick, wat heb je gemaakt? Deze is waar.